Dit is de laatste pagina van het verhaal. Dit is, ja, dit is vrijwel af. Nou, de liefhebbers die staan al te popelen. Ik weet het, ik weet het. En hij komt eraan. Hij komt eraan. Je moet je nagaan, dit schreef ik in 2004. Iedereen alleen op zitten wachten op de Da Vinci Code en dat oranje complot. De Berlijnse driehoek, dacht ik dat de werktitel was, stond ook op achterflappen van uitgaves dat die zou verschijnen. Ja, wanneer komt die nou? Hè? Je ziet af en toe een klein beetje wat teasend voorbij komen. Maar ja, helaas het hele verhaal is mij nog steeds onbekend. Zou je hier een tekening, een schetsje kunnen maken? Kijk eens aan. Ja, ja. Ja, zelfs mensen kwamen bij mij op mijn website al vragen van joh, weet je wanneer het nieuwe album komt? Nou, helaas kon ik dat niet beantwoorden. Nee, ik wacht het gewoon rustig af. Ik ga niet te veel hoop creëren voor mezelf. Geweldig. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. Ja, je zit altijd te wachten op het laatste album natuurlijk. En ja, misschien wordt het wel eens een onvolendete, wie weet. Ik ben even een coderingsbriefje van de geheime dienst uit een oud album er aan het inplakken. Ik doe aan het einde van ieder verhaal doe ik eventjes zo'n, als ware een stickertje. Dan hoef ik alleen maar de datum te veranderen. En nu even aandrukken met het aandrukhoutje wat ik nu zo'n 50 jaar gebruik, denk ik. Hoeveel albums heb jij nu in totaal? Nou, van Agent ben ik nu dus aan de 20ste bezig. Maar omdat ik natuurlijk ook schrijf en andere dingen getekend heb. Aan titels kom ik ongeveer aan de 100 nu, denk ik. Absoluut briljant in zijn vak. Ook briljant als reclamemaker, wat ik daarvan gezien heb. En, nou ja, ik zeg het niet gaar, maar wel iemand met echt geniale trekjes. En dat maakt, dan vind ik het nog verbazingwekkend dat hij zo aardig is. Ik denk wel dat die toon aangevend is.
Martin heeft geweldige plots geschreven. En niet alleen voor Agent. Zijn fantasiewereld is zo groot en zo breed. En dat is zijn grote kracht. Hij heeft natuurlijk briljante ideeën. Als je die stormverhalen leest, dat is ongelooflijk. Waar hij het allemaal vandaan haalt. Met Storm heeft hij Nederland echt op de kaart gezet. Ook dat wordt natuurlijk onderschat, omdat hij uit Nederland komt. Ik ben opgegroeid met Robbedoes, waar geen enkele Nederlander in stond toen, hè, in de jaren 40, 50. Toen met agent 327 had ik zoiets van, je kan als Nederlander dus ook wat bereiken. Het is een scenarist, maar ook een enorm goed tekenaar. Ja, het is eigenlijk meer een multitalent natuurlijk. Hè? En zijn hoedanigheid als redacteur en hoofdredacteur van die stripbladen vroeger. En ik denk wel eens dat Martin in een te klein taalgebied woont. Als hij Amerikaan was geweest en had datzelfde gedaan in het Engelse taalgebied, wat natuurlijk tientallen keren groter is, dan was hij een succesrijk man geweest. Als hij met dat talent in Frankrijk geboren was of met dat talent in Amerika gezeten had, ik zeg, en dan had hij andere dingen gemaakt, maar dan zou hij hetzelfde succes gehad hebben als hier met Agent 327. Verhoudingsgewijs, dan was hij wereldberoemd geweest natuurlijk. Onvermijdelijk. Ik kan me niet anders herinneren dan wat ik getekend heb. En ook eigenlijk altijd wel strips. Vanaf het allereerste begin heb ik altijd geprobeerd verhaaltjes te tekenen en tekeningetjes opsturen naar Tom Poets Weekblad. En ik probeerde ook wel altijd verhaaltjes te tekenen. Dat is er altijd geweest, voor zover ik weet. Mijn hele leven astma gehad. Dus ik ben de, laat ik zo zeggen, van mijn eerste 20 jaar heb ik 10 jaar ziek geweest. Dat was fantastisch in zekere zin, want ik kon lekker lezen en tekenen en schrijven. En geweldige tijd eigenlijk. Ik heb er heel veel aan gehad. Maar ja, ik wilde wel piloot worden. Dat wilde ik dus worden, alleen ja, op een gegeven moment kreeg ik een bril. En ja, toen dacht ik van, nou ja, dat kan dus niet meer. Toen dacht ik van, nou, naar de tekenacademie, kunstacademie. En daar ben ik een paar weken geweest. Toen ik nog op school zat, verkocht ik al grapjes voor 5 gulden per stuk. Ik had een tijdschriftje gezien, daar verkocht ik die grapjes aan. Dat waren de seksbladen van toen. Mascotte, Bolero. Daar stonden gewoon dames in badpak in, hoor. Dat was verder niks. En ja, daar stonden dus voor die tijd gewaagde grapjes in. Ja, toen tekende ik al strips, om die strips te verkopen. Dan zat ik wel eens een nacht in mijn bed door te tekenen. Thank you.
ik de volgende dag 10 grapjes verkopen voor 50 gulden. Ja, dat was een weekloon voor mijn vader. Dat was ongelooflijk. Maar die vonden het wel leuk dat ze nu nog wat verdienden. De wasmachine die is volgens mij van mijn eerste verdiende geld gekocht. Totdat uiteindelijk, toen moest ik in dienst. En daar ben ik 4 dagen in dienst geweest. En toen kreeg ik een astma-aanval. En die zei, nou, we gaan jou maar eens afkeuren. Dat vond ik prima. Dus toen kwam ik thuis en er lag een brief van het Parool. We hebben een tekenaar nodig voor de strip Frank de Vliegende Hollander. Dat heb ik ook een jaar gedaan, geloof ik. En toen dacht ik, nou, ik moet maar eens een vak gaan leren. Dus toen ben ik naar een reclamebureau gegaan, een reclamestudio eigenlijk in Schiedam. Publiestudio. En die namen me aan. Ik zat gewoon overdag illustraties te maken en folders te ontwerpen voor de coöperatie. Of weet ik veel, voor stroopwafels. Toen was ik 20, 21. Hij was een ongelooflijke autodidact. En hij kon gewoon alles. En daardoor begreep hij de opdracht ook zo goed. En kon hij met de artdirector meedenken. Op alles werd hij hier, op alle fronten, voor alle klanten bijna die er zijn in Nederland, werd hij gevraagd om te werken. Ja, bijvoorbeeld die beroemde advertentie van de Chinezen. Oh, dat ging over de eerste telefoonlijn direct naar China. Nou, daar zijn vragen over gesteld in de Tweede Kamer. China had de vragen gesteld. Het was dus een hele toestand. De kwaliteit was gewoon altijd 100% in mijn ogen. Want anders leefde het gewoon niet af. Er zijn ook wat illustratie weggeraakt. Dan had hij in de auto laten staan. Ik weet niet zeker of dat zo was, maar laten we aannemen dat dat zo was. Maar dan moesten ze weer opnieuw. En dan kregen we toch weer een paar dagen. We hebben wel kritieke situaties gehad, om het zo maar te zeggen. Op die publiestudio was er een collega. En die zei, God, ik ken nog een striptekenaar. Die woont ook op Rotterdam-Zuid. Dat was Jan Kruis. Jan had een kelder onder zijn huis en daar had hij een studio gebouwd. En daar zaten we dus altijd over strips te praten. En Jan ging toen naar Pep. Die vroeg aan hem van, God, wilt u een parodie maken op James Bond? Want dat was toen net helemaal de mode. Maar ja, Jan had nog nooit een James Bond gelezen. En die wist dat helemaal niet. Dat was ook helemaal zijn pakken Jan niet, daar hield hij niet van. Dus die zei tegen mij, want ik had dat wel allemaal. Hij zei, wil jij dat doen? Dat was Agent 327 dus. Het was gewoon een parodietje. Een keer. Ik bedoel, als ze het niet zo leuk hadden gevonden, dan was er verder nooit iets van gekomen. Ze vroegen iedere keer een nieuwe. Zodat ik uiteindelijk zo'n 22 gemaakt heb. En toen vonden we tijd worden voor een lang verhaal. Het was zijn stemkwadraten. Ja, was voor mezelf begonnen en ik was getrouwd. En ik maakte muziek. Dus ik trad een paar keer per week op met mijn broer. En ik schreef voor anderen. Ik ben toen ook Storm gaan schrijven. Dat deed je allemaal tegelijk. Nou ja, als je door mijn dozen kijkt en mijn kisten, hoeveel tekeningen, dat sta ik zelf aan te kijken.
Ik gebruik het verkeerde pennetje. Ja, als je er zo'n tijd uit geweest bent, dan is het ontzettend moeilijk om je weer. Ja. Om weer op te starten met waar je was. Ik heb al een paar keer daar nog gezegd, de afgelopen 15 jaar. Van, Martin, hou ermee op. Je hebt aan niemand meer wat te bewijzen. Niet aan mij niet, niet aan jezelf niet, niet aan je publiek niet. Je hebt het allemaal gemaakt, je hebt de mooiste dingen gemaakt. Hou er nou gewoon mee op. Want dit blijf je altijd houden. Dat heb je altijd gehad, dit probleem. Daar blijf je mee doorgaan. Ja, dat zegt hij terecht. Nou, dat zegt hij niet, maar dat weet ik. Val dood, ja, ik doe zoals ik het doe. En je bekijkt het maar. Maar daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Alleen dit laatste verhaal, dat loopt natuurlijk een beetje de spuigaten uit. Het was altijd vroeger ook zo, altijd op het laatste moment. Hè? Als je iets deed, als hij een plotje moest maken of iets anders voor me, dan was het altijd nog op het allerlaatste moment. Daar heeft die hoofdredacteuren ook wanhopig van gemaakt. Die dan echt naast de tafel gingen zitten, 's nachts. Ik ga niet weg voordat het klaar is. En nu vind ik al dat ik te veel zeg. Ik denk dat hij voor zichzelf ook de lat steeds hoger ligt. En dan ga je op een gegeven moment een soort, noem het een writersblok krijgen. En dat daardoor niet lukt. Maar ik heb zelf dat nooit als een reden gezien om daardoor de samenwerking maar op te zeggen. Ik heb altijd gezegd, zodra je wil en kunt, dan doen we een poging om opnieuw een album te maken. Ja, de laatste keer dat ik hem aan het dat is al een jaar geleden of zo. Dat ik hem daarna vroeg en dacht, nou doe ik het niet meer. Toen zei hij dat hij nog 8 pagina's moest. En volgens mij, ik heb geen idee of die, hoe ver het is. En nu vraag ik het niet meer, want dan blokkeert hij helemaal. Dus uiteindelijk is dit de schets voor de cover van het album. En het begint dus eigenlijk allemaal met de verjaardag van Agent 010. En dat ben ik zelf. Goed, hier hebben we Agent 010. Dat ben ik dus zelf. Die in het begin van het verhaal zijn 65... Even kijken. 65 antwoorden. Ja. Dus het pensioen van agent 010 wordt daar gevierd. En dat vierde ik ook op dat moment. Ja hoor, het oude liedje. Dat zeggen ze altijd. Waar haal je het vandaan? Hoe verzin je het? Maak er eens wat moois van. Alsof het zo makkelijk is. Ben ik daarvoor zo oud geworden? Mijn verhaaltjes en mijn grapjes, voor wat ze waard zijn, die komen uit de karakters. Uit de figuur, uit de figuren, uit de karakters, daar komen handelingen voort en dingen voort. Ja. Het is heel vaak dat je tijdens het schrijven, door wat er gebeurt met de figuren, op andere ideeën komt. En er gebeuren dingen om je heen. En daardoor kom je weer op andere ideeën. Dat kan de krant zijn, dat kan de televisie zijn, dat kan een boek zijn wat je leest, dat kan een strip zijn die je ziet, dat kan iemand zijn met wie je praat. Het kan van alles zijn. Hoe bij mij groeien.
Er was in Amerika een serie op de televisie, een detectieve serie, Peter Gunn. Ik vond dat een indrukwekkende figuur. Toen ik dan een keer een geheim agent moest maken, toen wilde ik die dus als basis hebben. En dat gezicht van die Craig Stevens, dat stond vaak nogal streng. Ik tekende toen dus ook erg vaak agent met zijn ogen. Ja, niet dicht, maar het lijkt of hij zijn ogen dichter van de dunne streepjes. Door dat penlijntje, wat ook een beetje venijnig is, wordt alles ook een beetje venijnig. Hè? Je krijgt scherpe puntschoenen, scherpe... Alles wordt een beetje scherp en een beetje vilijn bijna. En de hoofdredacteur van Pep, die zat mij maar om mijn kop van... joh, kan je nou niet eens... dat hij eens een keer wat vrolijker kijkt. En probeer eens met penseel te werken. Dat is ook wat minder, ja... Ik begreep niet helemaal wat hij bedoelde, maar ik heb toen... Na heel lang aandringen heb ik ineens... Oké, Peter, dat was de redacteur, jij je zin. Even kijken. Want ja, ik had eigenlijk nooit met penseel gewerkt. Ja, een enkel keertje, maar niet veel. Dus ik durfde dat niet. Dat kwam er ook bij. Dat was wel ineens... Dat is een experiment. Dit zijn allemaal hele... Ja, dit is... De eerste pagina die ik met penseel gemaakt heb. En vanaf toen heb ik dus agent uitsluitend in penseel gedaan. Het is niet dat hij tegenwoordig zijn ogen nooit meer dicht heeft, hoor. Maar hij kijkt wat opener. Het is wat opener. Ik denk dat dat een karaktertrek van hem is, ja. Zoals Olga die karaktertrek niet heeft. Hij is dus... ik heb hem beter leren kennen. Dus in het begin wist ik niet dat hij niet rookte. Daar ben ik eigenlijk pas achtergekomen... toen er een verhaaltje geschreven moest worden... waarin die... moest roken. Ik rook niet. Onbewust stop je dat erin. En een parodie op James Bond. James Bond drinkt zich gek en neukt zich gek en rookt zich gek. Ja, als je dan een parodie maakt, dan moet je natuurlijk iemand hebben die dat niet doet. Dus in hoeverre ik daar toen de tijd bewust over nagedacht heb, heb ik geen idee meer. Maar het zal ongetwijfeld ook wel een element geweest zijn. Ik denk wel dat Martin diep van binnen graag geheim agent geweest was. Nou ja, alle figuren zijn natuurlijk afsplitsingen van Martin. Maar agent 327 is natuurlijk wel helemaal erg Martin als je hem een beetje kent. Die verlegenheid van agent tegenover vrouwen, die onhandigheid. Toch dat gecharmeerd zijn van de dames, nou, dat heeft Martin natuurlijk ook heel sterk. Als je Martin in de kamer opsluit met 10 mooie meiden, ik weet het niet hoe hij er dan uitkomt. Maar... 327 doet natuurlijk dingen overdreven en... doet ook dingen die hij misschien wel had willen doen. Laat het zo stellen. Dat is, maar in een stripverhaal kan dat natuurlijk. Dan kan je die mensen gewoon... die tekeningen kan je dingen laten doen. Dat je denkt, nou, dat had ik wel gewild eigenlijk. Ik heb wel veel vrienden en zo erin getekend. En Ted, mijn vrouw, komt er ook allemaal in voor. Ted als het motormeisje. Jan Kruis komt erin voor. Dat is de schilder Jan Tromp. Ja, ik kwam uit Rotterdam, dus vandaar dat er nogal wat Rotterdamse elementen voorkomen in Agent. Maar ja, Agent is zowat overal geweest. Dus tot aan het einde der tijden is die geweest. En op de bodem van de oceaan, en waar dan ook, en in Tibet. En, nou ja, dat is natuurlijk zijn werk. Hij moet de wereld redden, dus dan moet de wereld er ook zijn. Ja, het karakter van agent 327 is een Nederlandse geheim agent.
internationaal gezien klein bier. Maar we willen wel graag meedoen, zoals nog steeds. Ik wil... ze doen hun best. Gentry 17 doet verschrikkelijk zijn best. En de grap is dus ook heel vaak dat hij zo goed zijn best doet dat het fout gaat. Hij wil het zo graag goed doen. Ik ben niet zo'n ontzettende reiziger, maar ik ben wel een erg zoeker. Ik vind het gewoon leuk om over dingen te lezen. Nou, het is dus wel zo, ik weet niet of dat een leeftijd is, maar ik heb een beetje problemen gehad met... artrose, zodat ik op een gegeven moment minder met penseel en meer met een pennetje ben gewerkt. Halverwege een verhaal ben ik op een pennetje overgegaan. Nou, heeft natuurlijk misschien dat probleem om concentratie te hebben, dat het ook iets met het ouder worden te maken heeft, dat weet ik ook niet. Dat zal best. En dat heeft ook te maken, maar daar wil ik gewoon niet verder over de gezondheidsproblemen van de afgelopen jaren in de familie. En... maar dat vind ik eigenlijk geen onderwerp voor een interview. Daarna kreeg mijn vrouw borstkanker en... dat zijn dingen... die niet 1, 2, 3 aan je voorbij gaan. En iedereen reageert dan op zijn manier. En dan wordt je aandacht eventjes... opgeslokt door andere dingen en dan is het telkens moeilijk om weer te beginnen en om er weer in te komen. Ja. Even kijken. En daarna en laat ik het zo, toen ik aan dit verhaal begon, leefde mijn broer nog. Ja. En we hebben samen 2 voor 12 gedaan. En de filmquiz. En jouw broer speelt ook mee? Die heeft een aantal jaar meegespeeld in de band, ja. Ja, op de crematie is ook een nummer van ons samengespeeld. Nou, van de band dus. We left our southern home. I said our southern home. Wandered north to Rome. I said north to Rome. Just went seeking a brand new field of corn. We don't know why we are here. We don't know why we're here. We are here just the same. Just the same. And we are just the lonesomest boys that's ever born. Ja, dat was. Ik denk dat dat wel heel erg. Ingehakt heeft. Oh, ja, dat weet ik wel zeker. Ze vulden elkaar heel erg goed aan. Dat bepaalt je leven natuurlijk. Je kan wel daar makkelijk over doen en zeggen, nou, we gaan gewoon weer verder. Maar zo werkt het niet. Het is het...
Ik weet niet wie dat ooit eens zei, van het wordt elke dag wat moeilijker om op te staan. En dat gevoel heb ik wel. Dat is met Martin ook zeer zeker zo. Ja. Ik ben daar wat bezorgd over. Omdat het moeilijk is voor Martin om dat weer op te pakken. Ja, ik weet niet wat het is, die angst voor het papier, voor het pennetje, voor de inkt, voor de... ook de angst, een beetje faalangst. Hij heeft natuurlijk hetzelfde wat ik ook heb, die vingers willen niet meer zo best. En het kan allemaal een rol spelen. En dan natuurlijk zijn hele toestand om hem heen. Met de familie, met zijn broer en met Ted gaat het ook niet allemaal even vlot. En sommige mensen zoeken dan hun heil juist in de productie, maar... ik vind het een moeilijk onderwerp. Ik heb er niet, kan dat niet helemaal goed duiden. Wat je maakt, dat is het enige wat je op dat moment kan maken. Iets anders is er niet. Het moet bij mij altijd ergens uitkomen. Het is, ja. En als het niet komt, dan komt het niet. Waar ik nu even mee zit, dat is een beetje een dip. Ja. Laten we het schrijversblok noemen. Er zit even zand tussen morgen. Jezus. Leuk. Nou ja. Wat zeggen we nou, joh? Zo, verrassing. Wat is dit nou nog? Hallo. We hebben een hele periode gehad dat niet zo leuk was. Ja, hij heeft echt alles toen losgelaten, zo van ik moet er voor haar zijn. Waar iedereen helemaal versteld van stond. Want ja, normaal deed hij niet zoveel in huis. En dat verdiep je relatie natuurlijk ook weer. Goh. Ja, die hele ziektetoestand, dat was voor hem natuurlijk ook heel heftig. Ja, ik kan me voorstellen dat jij dan, als je achter een wit velletje gaat zitten, geen leuke dingetjes en grapjes kan verzinnen. En ik heb hem nodig gehad met die hele situatie zelf weer een beetje in mijn normale doen te komen. Dus dat begint nu te komen. Dus ik hoop dat het dan ook weer voor hem wat beter gaat. Goddelijk.
Een verjaardagscadeau waar ik niet op gerekend had. Kan je weer slapen vannacht? Ja, dat zal best lukken. Goddelijk. Net is Gerben Valkema, ben ik van overtuigd. Komt het dichtste bij agent van alle tekenaars tot nog toe. Ja. Tjongejonge. En natuurlijk, in verband met de leeftijd, zit je daar wel eens aan te denken. Zo'n poppetje opschetsen, dat kan iemand anders ook. Kijk, er zijn twee mogelijkheden. Je kan doen wat Willy van der Steen heeft gedaan. En die zegt gewoon, studio neemt het over. Alle mensen die aan mij nu geld verdiend hebben, die jarenlang hun salaris verdiend hebben, die kunnen dat gewoon blijven doen, ook als ik er niet meer ben. Of wat Hergé heeft gedaan. Ik ben dood, afgelopen. Je mag nauwelijks meer naar Kuifje wijzen en je krijgt een advocaat op je dak. En dat vind ik bepaald geen sympathieke houding. Maar aan de andere kant van de steen, dat gaat. Ik heb geen studio. Maar je kan er spijt van krijgen. Er zijn tekenaars die hebben hun werk verkocht, hun rechten verkocht. Ja, en daar werkt iemand anders nou aan en dat vinden ze niet zo leuk, want ze vinden het niet goed genoeg. Of die karakters doen dingen die ze nooit zouden doen. Het is toch zo ontzettend Martin zelf. Hij zou een grote fout maken, dat laat ik zo zeggen. Hij is een van de mensen die het niet moet doen. En in mijn ogen heeft hij iets echt uitzonderlijks in handen. Dat niet. Waarvan je. Wat niet echt een formule is. Het is een formule, maar ook niet echt een formule. Het is niet een. Het is, ik zeg al, agent is te menselijk. Het is geen Kuifje of het is geen Tom Poes. De totaal lege hoofdfiguren. Waarvan je kan zeggen, oké, daar kan ik mee doorgaan. En dan komt de rest komt er wel bij. He, maar bij agent kan je niet zeggen, ik ga door met de baas of met juffrouw Betsy. Of ik ga door met Barend. Dat kan niet. Je gaat door met agent. Thank
Nee. Nee. Dat werk ik wel bij. Bij sommige van mijn helden kon je het aan het eind wel zien. Ging je merken. Maar ja, ik heb de indruk, maar ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, dat je dat aan mijn tekenwerk nog niet ziet aan de lijn. Ik hoop dat ik iets beter teken als toen ik 25 was, maar ik heb niet het gevoel dat je een tekening van 10 jaar geleden naast deze tekening legt en dan zegt van, oh ja, maar dit is, toen was die, behoorlijk over de top. Zo, dan ziet je er gelijk wat meer af uit. Het moet eerst af voordat je aan de nieuwe kan beginnen. Nu, hè? Maar nu is voor jou ook weer een nieuwe periode aangebroken? Dat mag ik hopen. Ik ga er wel een beetje vanuit. Verhalen geschreven worden, Jan. Ik moet nog. Ja, je moet de Berlijnse driehoek moet ik nog doen. En de affaire Bibs moet ik nog doen. En het oranje complot. Ja. Rond de Delft. Dat zijn er drie om te beginnen. Ja, nou, ik heb nog heel wat meer titels. En moet ik dan niet de wat moeilijke vraag stellen hoe het dan met de papa Vinci-code is? De Danny Vinci-code, ja, dat is een moeilijke vraag. Die ben ik dus nu aan het afmaken. Ja. Zodra die af is, dan ga ik dus verder met waarschijnlijk het oranje complot. Dat ligt er een beetje aan hoe het met de Delft in Rotterdam gaat. Ja. En want die zijn ze aan het afbouwen, er zijn wat haperingen. Ja, ja. En ik wil dat natuurlijk een klein beetje gelijk op laten. Ja, maak eens even duidelijk voor mij wat de Delft is. Wat de Delft is. Ja. De Delft is een schip van de lijn, wat in de slag bij Kamperduin. Ja, daar niet net doen of je bij de tijd bent en gelijk gaan googelen. Ja. Ja. In de slag bij Kamperduin is die door de Engelsen naar de zeebodem gejaagd. En die hebben ze teruggevonden. Oh ja. Ja. Dus het originele anker, dat ligt nou in Rotterdam-Delfshaven. Ja. Op 100 meter afstand van de originele plaats waar de Delft gebouwd is. Ik heb heel veel moeite met iets helemaal af te maken. Ik heb één keer een verhaaltje van een agent helemaal
Met dialoog en al, helemaal uitgeschreven. Maar ja, dan weet je alles al. En dat vind ik niet leuk. Het moet voor mij ook een beetje spannend blijven. Maar dat is het gekke dus. Ik weet vaak niet waar het eindigt. Het eindigt goed. Want de hoofdfiguur moet doorgaan.